Wat ontzettend leuk is dat we nu gewoon weten dat het project gelukt is. We weten nu dat de hele transformatie van dat leegstaande grote rijksmonument, een van de grootste rijksmonumenten uit de wederopbouw van Nederland, 15 jaar leeggestaan, dat dat gewoon voor de zomervakantie zijn eerste bewoners gaat krijgen. Hoeveel procent is er nou al verkocht of zo goed als verkocht? Nou, in het Rijksmonument, in feite het oude sanatoriumgebouw, komen 60 grondgebonden woningen. Dat zijn woningen met een tuin en 20 appartementen. En dus in totaal 80 woningen. En van die 80 woningen zijn er nu 55 verkocht, definitief. Dit was een slaapruimte. Ja. Hier stonden de 6 bedden opgesteld. En die werden door deze openingen overdag hier naartoe gereden. En dan konden mensen op het zuidoosten gericht van de zon genieten, verse lucht krijgen. Want je moet je voorstellen, in 1953 waren er nog niet echt medicijnen voor tuberculose, TBC. En die mensen moesten aansterken met de hoop dat verse lucht en licht en rust ze beter zou maken. De Klokkenberg is van heel Brabant, hè? Want besef dat de Klokkenberg is door alle Brabantse dorpen, de steden, bij elkaar gebracht. De financiering daarvan. En daardoor heb je een heel ander gebouw. Want hier ligt Brabant in besloten. Persoonlijk heb ik ook natuurlijk een band. In mijn jeugd heb ik hier ook een tijdje astma mogen verblijven. Dan loop je hier als jongetje van 8. Heb je je klasje waar je naartoe moest, et cetera. En dan is het waanzinnig dat je zoveel jaar later hier met een goed team aan mag werken. Heeft dat ook meegespeeld dat het niet verloren mocht gaan? Ja. Ik fiets morgens heel vaak aan de overkant van de markt, langs de Klokkenberg. En ja, dan kijk je altijd naar dat gebouw. En dan hoor je ja, van iedere keer de pogingen die gedaan werden om er iets van te maken wat iedere keer op nul uitmondde. Of je zag hele megalomane plannen die het hele Rijksmonument wegdrukten. En dat zegt dan op een gegeven moment, jongens, dat mag gewoon niet gebeuren. En dan is het heel leuk als je mensen om je heen weet te verzamelen die ja, dan zo'n droom en die drive mogelijk maken om zo'n monument te behouden voor ons allemaal. Ik zie een bepaalde trots in je ogen. Ik ben een berentrots. Ja.